gonna violate me. Wij zijn tegen de verveling. Willemijn televisie. Tegen de vervuiling. Willemijn televisie. Willemijn televisie. Ja. Willemijn televisie. Willemijn televisie. Hallo, mijn naam is Lucas de Jong en welkom, leuk dat je weer kijkt, naar aflevering 2 van Willemijn TV. Ons eerste item gaat over huidhonger van Einfach Kurt. Nou, het pak van Ed Gein is er niks bij. Mensen zeggen dat het heus wel overwaait, maar niemand weet wanneer. De mensen zeggen dat ik binnen moet blijven, maar hoe lang nog ongeveer? Is er iemand die me kan vermaken? Is er iemand die me even kan aanraken? Ik heb huidhonger, ik heb huidhonger, ik heb huidhonger. Vroeger zei ik vaak, ook als niemand er naar vroeg, Ik kan prima alleen. Nou, één dag gaat het prima en twee dagen misschien ook wel, maar geen weken achtereen. Is er iemand die me even kan vermaken? Is er iemand die me aan kan raken? Oh, is er iemand die met mij onder de lakens? Is er iemand die met mij morgen vroeg wil ontwaken? Ik heb huidhonger, ik heb huidhonger, ik heb Willemijn televisie. Oh, dat nummer had ik mij iets anders voorgesteld. Oh. Nou, dan gaan we nu naar ons volgende item. Willemijn TV's eerste
Willemijns hoorspel, dat is veel Willemijn. En dat gaat over de geboorte van een slang. Hoe gaat dat dan? Maar nu eerst even dit. Volgens mij moet je me nu kunnen horen. Ja. Hoi. Fijn dat ik nu even mijn gedachten met iemand kan delen. Ik ben een beetje alleen nog. Nog wel. Straks niet meer. Maar daar hebben we het nog wel een ander keertje over. Ik zit nu in een soort rubberen balletje. Als gevolg van het vocht. Een soort oersoep. Ik zit dus in een balletje. Oersoep dus. En sterrenstof. Meer was er eigenlijk niet nodig voor leven op aarde. Wist je dat? Tijd, oersoep, sterrenstof. Ons DNA is van sterrenstof. Maar sterrenstof zijn van nucleotide. Nucleotide is de bouwstof van DNA. Sterrenstof is overal. In het heelal. Sinds de oerknal. Oersoep, sterrenstof. En een slang. Ja, zonder slang kan dat. Maar dat vertel ik je zo wel. Over die Jormungandr. Mijn verre over grootopa. Maar voordat het me ontglipt, wil ik je eens wat anders vertellen. Over die oersoep. Al het leven begon op aarde door. In die oersoep. En door een slang. Ja, zonder slang geen oersoep. Wist je dat oersoep er nog steeds is? Nu hier op aarde? De Mid-Atlantische Rug. Een bergketen onder de Atlantische Oceaan. Dus is bezaaid met kleine vulkaantjes. 2-3 kilometer onder de zeespiegel. Daar vind je black and white smokers. Langs die berghelling loopt een strook en daar heb je allemaal lava spuwende vulkaantjes, black smokers. En 60 kilometer daarnaast loopt ook een strook met warmwatergeizers, white smokers. En bij die black smokers, daar rijzen grote en zware waterkolommen op en die voeren een mineraal mee, olivijn, gifgroen olivijn. En terwijl het met die superhete zeewater daar in aanraking komt, gaat het chemische reactie aan. Er ontstaat serpentijn. Serpentijn, de steen met de slangenhuid. Trouwens, die piepjes die je hoort, dat ben ik. Iedere keer als er een piepje is, dan delen al mijn cellen. Zodat ik groot en sterk word, ik ben aan het groeien. Oké, die black smokers, daar is meer mee aan de hand. Daar leven hele kleine dingen in die extreme hitte, onder die extreme waterdruk. Kleine levende dingen, eencellige micro-organismen, archeonen. En zo'n 2 miljard jaar geleden
dreven die Archeonen van de Black Smokers weg naar de White Smokers. En die Archeonen werden verliefd op de bacteriën die daarbij die White Smokers ronddobberden. En die bacteriën die trokken in bij de Archeonen, in hun huisje, binnen hun cel. En die bacteriën namen ook hun uitzet mee van die kleine strengetjes DNA. En daaruit ontstond een nieuwe cel. Eukaryoten. Cellen met een celkern en celorgaantjes waar jij en ik het opgebouwd zijn, zeg maar. En die eukaryoten die kreeg de naam van de god van chaos en leugen, Loki. Loki, de Noorse god Loki. En Loki die kreeg weer een zoon, Jormungandr. En dat is mijn overgrootopa. Dat was een gifslang, zo groot, dat hij het hele Midgard, de aarde, omvatte. En zijn kop komt uit bij zijn staart, zo groot. En wanneer hij per ongeluk in zijn eigen staart bijt, wordt hij zo woedend dat er overal aardbevingen zijn. En ooit zal Jormungandr door dat gebijt aan zijn eigen slangengif ten onder gaan. En valt de aarde uit elkaar. En de aarde kan niet zonder slang. Mijn ei wordt een beetje te klein. Ik ga op reis. Tot snel. Doei. Zo, wat een item zeg. Dit was weer het einde van de tweede aflevering van Willemijn TV. Ik wil je bedanken voor het kijken en tot de volgende keer bij Willemijn TV. Oké. Tot ziens.